Je schot, waar uiteindelijk het doelpunt uit viel. Een keihard schot, daar zat alles in, denk ik. Ja, alle frustratie misschien door, dat is volgens mij 80ste minuut of zoiets. Wij wachten en wij veel kansen creëren en altijd net niet. En die kans, ik schiet vol met alle kracht en ik heb geluk vanavond dat ik maak de doelpunt. Ja, in de eerste helft hadden ze gewoon in de tang, ze gingen nergens. We maakten het spel wat veel balbezit, we creëerden veel kansen. Ja, volgens mij scoorden we ook nog een penalty die niet wordt gegeven, hensbal. Ja, daar kwamen ze heel goed weg, maar geduld loont altijd, zeggen ze. En dat is vandaag wel gebleken. Ja, hij was dik en dik verdiend. En we belonen onszelf helaas wat laat. En je kan jezelf belonen, zeker de manier waarop we dat de eerste helft hebben gedaan. Dan kan je normaal gesproken kan je met de rust 1 of misschien 2-0 wel de rust ingaan. En dan wordt het allemaal wel wat makkelijker, ja. Er waren meer van die halve penalty gevalletjes, volgens mij. Ja, er waren meer. Dus hij zegt, er is ook maar een mens die doet zijn stinkende best. En het is natuurlijk moeilijk om alles te zien. Ja. Als je dan uiteindelijk met 1-0 wint, dan is alles vergeten en vergeven. En ja, dan is het niet erg. Maar stel je voor dat je geen punten pakt of verliest. Ja, dan komt de nadruk daarop te liggen. Maar gelukkig hebben we vandaag de 3 punten behaald. En we kunnen weer naar de toekomst kijken. En te beginnen met donderdag. Niet alleen met Noordin, maar met heel veel spelers zijn wij bezig om in ieder geval de spelers naar een ander niveau te tillen. En als dan zo'n moment daar is, zoals vandaag voor Noordin, ja, dan moet je namelijk fysiek en mentaal moet je wel klaar zijn. En zoals hij zich heeft gepresenteerd, kon je wel zien dat hij wel fysiek en mentaal daar klaar voor was. Hij zei ook, ik merkte dat ik al lang niet meer op dit niveau heb gespeeld. Dus dan is het op een gegeven moment op. Nou, dan kom je met de wissel. Dan komt Ola Toivonen erin. Die het de afgelopen weken misschien ook wel niet makkelijk heeft gehad. En die het nu dan op een belangrijk moment moet laten zien. Ja, maar hij reageert denk ik uitstekend. En natuurlijk is dat een teleurstelling voor Ola. En hij had het de laatste weken wat moeilijk. En dan maak je vandaag dan een keuze voor Jonathan. Maar dat kan aanstaande donderdag kan dat weer anders zijn. En ik moet wel zeggen dat Ola in de beperkte tijd die hij heeft gekregen wel liet zien dat dat het een echte prof is. En als je zo reageert, dan is dat uitstekend. Ja, want zoals hij de bal op de paal ziet en zoals Lazovic hem inschiet, daar zat eigenlijk alles in, hè? De ja. Ontladingen. Ja, zeker ten aanzien van Ola, maar ook ten aanzien van Danko. Ja, Danko maakt de manier waarop hij hem binnen schiet, zat er een heel groot stuk onderlading in van we hebben hem.